het GDW. Wij willen woensdag een toertocht rijden van Kampen naar Elburg. En we willen zaterdag een toertocht rijden over het totale traject. Dus vanaf Harderwijk via Doornspijk, Nunspeet, Elburg naar Kampen. En met ook de vier startplekken die ik nu zojuist genoemd heb. Ja. En de wedstrijd? In principe zouden wij een vrijdag mogelijke wedstrijd kunnen rijden. Die wedstrijd van vrijdag lijkt door te kunnen gaan. Het ijs is op veel plekken al 14 centimeter dik. Laat het maar komen, hè. Dik genoeg. Prachtig. Voordat er geschaatst kan worden, moet het ijs nog sneeuwvrij worden gemaakt. En dat is een hele klus, want het gaat om 65 kilometer. De bereidwilligheid om hierbij een handje te helpen is groot. We hadden dus ook afgesproken, we zouden vanmorgen om 9:30 gaan vegen. Nou, de eerste stonden hier om 8:00 al te vegen en te kappen. Dus dat geeft het enthousiasme wel aan van de mensen. Ik krijg overal vandaan aanbieding. Ik heb nog een kwart, ik heb nog een veegmachine, moet ik helpen? Kan ik dit? Stratenmakerbedrijven die bellen, we hebben nog een veegmachine staan, kunnen we helpen vegen? Dus ja, dit is gewoon perfect. Morgen is de eerste toertocht over het Veluwemeer, van Elburg naar Kampen.